Als je zo om je heen kijkt, hè, naar al deze mensen hier, is er nog iets wat jou opvalt? Ja, veel mooie meiden. Mooie lichamen. Mooie lichamen. En veel mooie lichamen. Oké. En veel goede muziek. En Bob Marley fans gehuld in rood, geel en groen. We zouden het hier vandaag in overvloed kunnen aantreffen, of misschien ook wel helemaal niet. We zijn vandaag te vinden op het Reggae Rotterdam Festival in samenwerking met Rotterdam Festivals om de Jamaicaanse sferen te proeven. Wat is reggae, wie zijn de liefhebbers en wanneer ben je nou een echte Rastafari? We gaan het beleven. Jullie op dit festival? De muziek. Oh ja. En het is heel kindvriendelijk, dus dat was echt de grote reden. Dit is de tweede keer dat hij nu naar Rotterdam Reggae gaat. Ja. Dus als het mij betreft is het traditie. En hopelijk vermaak jij je ook een beetje, hè, jongeman. Wat betekent reggae voor jou? Roken. Ja, dat ook. Heel veel. Zon, positivity, relaxing. Dus heel veel, ja, eigenlijk. Ja. Yeah. Yeah. Als je zo om je heen kijkt naar het festival, wat valt jou dan op? Heel veel diversiteit. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat iedereen gewoon welkom is en er ook gewoon is. Gewoon van, nou, oké. Ja. Dus wat is een typische reggae-sfeer dan? Dat is een typische reggae-sfeer. Kijk maar om je heen. You know, see, everyone is sticking, chilling. Have some fun, smoke some, drink some. Enjoy the music. Ik doe gewoon wat ik voel, wat ik denk. En I like it. Okay. I love it. We love it too. Yeah, man. You love it too? Yeah. Yeah man, bless for that. Give thanks all the time. Rotterdam Festival. Ja, natuurlijk er is reggae, maar het is zoveel meer. Je begint een trip in Jamaica, waarna je muzikaal wordt rondgeleid door Suriname, Kaapverdië en ga zo maar door. En dat merk je gewoon aan de mensen. Hier komen jong en oud samen om er een heerlijk zonnig feestje van te maken, met reggae als verbinder. Wij zijn fan.